Ik denk dat wij de eerste twee sets, en nogmaals, ik wil eerst even benadrukken dat ik wel heel trots ben op het team, hoe wij na een verliespartij van gisteren laat gespeeld, hoe wij uit de startblokken zijn gekomen. Het was voor ons eigenlijk direct al een alles of niets wedstrijd. En de eerste twee sets hebben wij side-out heel strak gespeeld. En onze blokverdediging gespeeld zoals wij hem ook gisteren speelden. En daarbij komen ook dat Servië niet speelde zoals zij kunnen spelen. Ze hebben redelijk wat fouten gemaakt. Maar het beste is gewoon dat wij ons spel zijn blijven spelen. En dat wij daardoor in ieder geval de eerste twee sets binnen hebben gehaald. Het grootste verschil vanaf de derde set was dat zij een service druk beter op orde hadden. Waardoor wij meer onze eigen side out moesten gaan maken en die liep beduidend minder dan de eerste twee sets. Daardoor zie je dat zij wat lucht kregen en de ballen die niet liepen in de eerste twee sets bij hun wel gingen lopen. Hoge ballen die ze wel maakten, de diagonaal die maakte minder fouten en sloeg minder in het blok. Waardoor ze allemaal eigenlijk wat meer in het spel kwamen en ook de service druk hoog hielden, waardoor wij gewoon onder druk kwamen te staan. Het gevoel eigenlijk altijd wel gehad in de vijfde set dat we hem konden winnen. Natuurlijk wisten je met 8-5, maar met een ace van Overbeke waar je op 13-12 komt. Oké, is weer daarna fout. Kom je op 14-12, maak je de side-out, ligt de druk wel enorm bij hun. Met ons blokverdedigingsspel wat we nu hebben laten zien tegen Finland en tegen Servië is het gewoon niet makkelijk om een side-out te lopen tegen ons. En zeker niet op 14-13 voor de winst. Dus ik heb er eigenlijk altijd wel geloof in gehad. Ja. Tegen Slovenië en ik denk dat wij absoluut het gevoel hebben dat we kunnen winnen. Het wordt erop of eronder. Klaar, ongeacht het resultaat van vanavond, Finland-Slovenië, moeten wij gewoon winnen morgen. Wij moeten 3 punten pakken om de play-offs te behalen. En wij kunnen dat. We kunnen alles of niet spelen. Ik kan me nog een wedstrijd herinneren vorig jaar in Estland, waar wij de kans kregen om toch eerste te worden in de pool voor de EK-kwalificatie. En daar hebben we onze beste wedstrijd neergezet van de hele zomer. Ik denk dat we blij mogen zijn met het punt van vandaag. Ook altijd meer ingezeten, maar dat ene puntje, ik denk dat ons dat gaat helpen om richting de play-offs te gaan.